Ik hoor de ober alweer zuchten. Ja, hij zucht. Want hij denkt, jeetje Mina, daar heb ik net. Ja, de druk met de verkiezingen heb ik net met al die partijen heb ik afgerekend. En bonnetjes uitgeschreven. En nu? Ja, dan begint de VVD weer. De VVD, die zit gewoon te solliciteren. Die zit keurig een briefje te schrijven naar de ober. Wil je alsjeblieft weer langskomen? Ja, want de VVD, het is dan ook ongelooflijk, vrienden. De werkelijk. Ja, je kan echt geen bretel tegenop. Nee. Want ze heeft gezegd, na de verkiezingen, we moeten beter gaan luisteren naar de kiezer. Dat is het eerste wat ze zei. Toen zei ze, er moeten hier lessen uitgeleerd worden uit deze uitslag. Ja, 10 zetels verloren nou. En ja, we moeten echt beter naar de burgers gaan luisteren. Nou, en wat zien we nu? Wat zien we dan nu gebeuren? De politiek weer zoals altijd al zijn geweest. Werkelijk om gek van te worden. Dan zitten ze daar weer in hun bubbeltje in Den Haag. En wat doen ze dan? Dan zeggen ze, nee, we gaan niet in de regering. We gaan niet in de regering met de PVV. Nee, ja, we gaan wel gedogen, maar we gaan niet in de regering. Maar vrienden, uit alle onderzoeken blijkt dat 84% van de VVD'ers die wil dat ze wel met de PVV in een kabinet gaan. Dat willen de VVD'ers nou een keer. En heel veel mensen in het land die zeggen van ja, dat is de ideale combinatie met Omtzigt en de Caroline erbij. En zo moet het gebeuren. Maar dat gaan we dus kennelijk weer niet doen. We gaan weer niet luisteren naar wat de mensen willen. Nou, en wie komt daar straks weer? Dus er gaat een heleboel gaat misschien weer mislopen. En dan? En bij de volgende verkiezingen? Ja, let op. VVD, goed opletten bij de volgende verkiezingen. Ja, dan is die daar weer. De ober.